Het jaar 2018 is over enkele uren voorbij. Suriname stapt dan in een nieuw jaar 2019. Onze nieuwsdienst heeft vandaag en de afgelopen dagen met verschillende personen gesproken over hun oudejaarswens en nieuwjaarsresolutie. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, pleit voor minder tot geen vuurwerkslachtoffers in 2018. Max ter Borg, waarnemend hoofd van de Algemene Surveillancedienst van het resort Centrum, heeft als advies naar de bestuurders: glaasje op, laat je rijden. Vice-president Ashwin Adin zegt dat er in het nieuwe jaar meer gecommuniceerd zal worden vanuit de regering naar de samenleving toe. Desalniettemin doe ik nogmaals een beroep op onder andere verzorgers, ouders en jongeren om samen ervoor te zorg dragen dat er geen vuurwerkslachtoffers te betreuren vallen. Bij de vorige afsteekperiode is het aantal slachtoffers afgenomen en daaraan heeft hij als samenleving ook een behoorlijke bijdrage mogen leveren. De afdelingen PR, communicatie en preventie van het KBS zijn samen met andere interne en externe stakeholders volop bezig met voorlichtingsactiviteiten en controlewerkzaamheden. Dat heb ik ook mogen meemaken in het noorden. Wie weet ik, dat was een politieke campagne. Maar het was de brandweer. Volgt u de veiligheidstips van de brandweer stipt op. Ik wil er ieder een zalig en veilig uiteinde en een heel gelukkig nieuwjaar toewensen. Ook uw gezin en familieleden. Een goed en gelukkig intreden. Maar komt erbij, als je drinkt, wees voorzichtig. Zoek vervoer als je je niet prettig voelt, als je te veel gedronken hebt. Laat iemand je thuis zetten. Kortom, veiligheid is niet iets alleen van de politie, maar is ook iets van u die op dit moment naar zit te kijken. U moet ons helpen dat het verkeer veiliger kan worden. En voor het komend jaar wil ik zeggen, zorgt u ervoor dat we het nieuwe jaar ingaan met alle ledematen en dat ze niet worden afgeschoten door dat vuurwerk. Maar dat we vooral ervoor zorgen dat we een beetje meer begrip, geduld en liefde aan de dag zullen leggen. Want als we dat doen, dan weet ik dat we sowieso stappen verder zullen zijn. Nou, voor bestuur de andere invloedreden aan de feestdagen, zullen dezelfde regels gelden die het hele jaar gegeld van kracht waren. We gaan gewoon ons werk doen. U weet dat u weet hoeveel u kunt drinken. Daarom heb ik gezegd, als je voelt dat je een beetje bent aangeschoten, zorgt u ervoor dat er iemand is die u thuis veilig en wel kan, die nuchter is en dat die u thuis kan afzetten. Wat kunnen we van de regering verwachten in het jaar 2019? Communicatie. Er is heel veel gedaan, kennelijk. Is er zoveel gedaan, maar ondergesneeuwd geraakt onder wat ik net zei, een beetje koopkrachtverzwakking, dat we nu wel verbeteren. Maar de verworvenheden zullen we nu al listen, want dat is al heel veel. Dat de gemeenschap weet dat er nog zoveel gedaan is terwijl wij bezig waren de zaak te beheersen. Dan nog heel wat ontwikkelingsprojecten gedaan zijn. En dat de gemeenschap zeker mag kijken naar een verbetering, ook qua economie. Maar zeker een continuering van alles dat we richting ontwikkeling doen. Volgens Ivan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renemang, moeten de afstammelingen van de slaven wederom samenkomen als doelgroep. Ik zou zeggen, we hebben een project Pardon en Heling. Want iedereen ziet het andersom. Wij zeggen als federatie, wij moeten elkaar pardon zeggen. Omdat we elkaar veel pijn hebben gedaan in het verleden. En we merken, zolang we niet elkaar lief gaan hebben, zal er geen ontwikkeling komen binnen de doelgroep. Want die ontwikkeling die komt is zo minuscuul dat het geen naam moet hebben. Maar als we van elkaar gaan houden en dan moeten we projecten uitvoeren, we moeten niet bedelen, maar zelf dingen gaan doen, dan geloof ik wel dat we gaan groeien als school. Net als de andere etniciteiten in dit land gegroeid zijn. Andere 165 jaar, andere 145 jaar. En wij zijn 145 jaar toen we vrijgekomen zijn. Maar ik merk geen echte ontwikkeling. Sociaal, economisch, maatschappelijk is het niet. Dus, maar het komt, de oorzaak is, als de geschiedenis goed bestudeert, dan zie je dat het komt vanwege het feit dat we zijn aangezet om elkaar te haten. En dat werkt nog steeds. Net wat Trefosa zegt, mental slavery.
En dat moeten we gaan werken. We moeten dat niet alleen maar zeggen, maar we moeten gaan werken aan die bandersleven die er is. En dan kan je alleen maar de ownership zelf geld neerzetten, zelf offers brengen. Daar komen we uit. Ivan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Renamang. Hij sprak vanmorgen tijdens de jaarlijkse Sweetwatera op het Onafhankelijkheidsplein.